Wat een avond. Ja, heb ik zo ook nog niet meegemaakt, mee mogen maken. Maar ja, we zijn blij dat wij na twee verliespartijen op rij weer konden winnen. Ja, en dat begon al heel snel. En na twee minuten. Ja, het is natuurlijk, die plan hebben we altijd thuis, vooral voorgas geven in het begin. Ja, en proberen gelijk te scoren. Dat is vandaag allemaal gelukt. Ja, je zat op de bank de eerste 45 minuten. Ja, hoe kijk je dan naar die wedstrijd? Ja, het is natuurlijk leuk dat wij zoveel hebben gescoord in het begin. Ja, gelijk hebben laten zien dat wij hier willen winnen. Ik denk was energie, balvastigheid was ja, effectief wat we afgelopen wedstrijden misten. Dus ja, vandaag was rondom goede avond. Ja, en dan kom je erin na 45 minuten in de tweede helft. En weer na twee minuten leg jij hem in het net. Ja, is natuurlijk leuk. Ik ben blij mee. Ja, dat ik ook heb gescoord vandaag. Heb ook een paar wedstrijden niet gescoord. Dus ja, is voor mij persoonlijk dan ook belangrijk. Ja, toch vond ik dat bij de eerste het juichen wat rustig was. Een beetje ongemakkelijk. Nee, maar ja, is anders als het een 1-0, 2-1 of 1-1 is. Dus ja, klaar. Ja, maar dan gaan jullie door en dan maak je ook nog een hattrick. Ja, had ik ook niet verwacht, maar ik was hongerig. Ik wilde ja, veel mogelijk proberen en ja, is uiteindelijk gelukt. Ja, ben je dan toch een beetje content met die tweede 45 minuten? Ja, ik denk vaak heb je wedstrijden waar dan naar rust ja, iets minder wordt gespeeld, rustiger wordt gespeeld. Ja, toen wisselde hij drie keer en ja, we wilden Aldo ook nog gas geven, ons laten zien. Dus, ja. En waar komt die gretigheid vandaan? Ja, goede vraag. Ik denk, we zijn altijd zo. Soms lukt het, soms niet. Vandaag ja, hebben wij het goed gedaan. Ja, en dan de hattrick. Je voorganger Velios, die had ook een hattrick. Die had er zelf vier. Wie mag nu de bal meenemen? Nee, hij heeft één en ik heb mijn eigen. Dus. Je hebt er alle twee één? Ja, zijn genoeg hier. Dus, Ja, maar het moet natuurlijk wel de echte wedstrijdbal zijn, hè? Ja, maar ballen wisselen zo vaak tijdens de wedstrijd, dus dan weet je ook nooit meer welke bal je nu hebt gescoord. Dus. Nee, dat is wel een bal met een speciaal plekje, denk ik. Ja, ja zeker. Een hattrick maken in een wedstrijd die met 13-0 gewonnen wordt? Ja, krijgt in ieder geval een plekje bij mij thuis. Hey, nog een paar van die mooie wedstrijden thuis, is goed voor het publiek. Ja, zij waren blij, maar uiteindelijk is het belangrijk te winnen. Maakt niet uit hoe, wie of wat en ja, die punten thuis te houden. Ja, je had liever iets minder uitslag vandaag en de afgelopen twee wedstrijden ook gewonnen. Ja, natuurlijk willen we elke wedstrijd winnen, maar we ja, mogen niet de fout maken nu te veel van ons te denken of zo. En ja, gewoon rustig blijven, hard werken en op naar Willem II, dat wordt moeilijk genoeg.